was bezig met schoenen te repareren. Want nieuwe schoenen konden niet kopen, dus die moesten hersteld worden. Die zat schoenen te staan. En wij, ik en mijn broer, zaten samen met ons moeder gezelschapsspelletjes te spelen aan tafel. Een ganzenspelletje of zoiets. Eén keer hoorde me op de deur geklopt. Allemaal schrik.